Wim Minerals beschikt over een aantal hele mooie bronzers. En de bronzers werken in wezen op exact dezelfde manier als de foundations. Een bronzer heeft geen dekkende eigenschap. Hij zorgt voor wat warmte in de huid en net alsof dat je door de zon gekust bent. Je kunt het ook gebruiken als een blusher. Maar laat je me even kijken hoe de toepassing is. Op dezelfde manier draai je ze ook weer in je kwast. Je tikt je kwast eventjes af. En je kunt als het ware een beetje zonneschijn in de huid brengen. Heel licht, niet veel, want anders dan wordt hij veel te donker. Wil je hem als blush gebruiken, dan kan dat. Ik geef je even een paar tips voor het gebruik van de blush. Je gaat nooit onder de lijn van de neusvleugel komen. En als je recht voor je uitkijkt, kom je ook niet voorbij het midden van je pupil. Je begint bij de haargrens. Mocht je namelijk wat veel op je kwast hebben zitten, dan is niet ineens een vlek op de huid. En krijg je dus het effect in het haar, waardoor je dat makkelijk weg kunt werken. Een blush, of je hem nu van een bronzer maakt, of dat je de echte blush gebruikt, mag nooit als een vlek op de huid liggen. Hij moet egaal zijn, goed opgenomen worden. En eigenlijk mag je niet eens zien waar het begint en waar het eindigt. En op deze manier krijg je een heel, even de haar weg, een heel natuurlijke effect van de minerale make-up. Heel veel plezier ermee!